En welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is woensdag vandaag en de week is weer doormidden. En vanavond ga ik Feyenoord kijken. Ik heb er niet echt veel vertrouwen in, maar Feyenoord speelt vanavond voor de Champions League. En ik heb er niet veel vertrouwen in, want het is de laatste weken heel erg slecht. En in de Champions League nog 1 punt gepakt. Helemaal niks, dus ik heb er een beetje hard hoofd in. Maar we gaan wel kijken wat het wordt. Nou, ik heb vandaag weer gewoon de hele dag gewerkt. En ik moet even mijn telefoon pakken, want ik ben mijn telefoon vergeten. En ik heb met de jongens afgesproken, we gaan binnenkort naar de Winter Efteling. Daar heb ik echt zin in. En met Kevin en Joost is dat natuurlijk hartstikke gezellig. Maar waar heb ik mijn telefoon neergeslagen? Ik ben altijd alles kwijt. Waar heb ik hem nou gevonden? Oh, hier heb ik hem. Kijk, zie je, want dan ligt hij weer helemaal ergens. Ligt hij heel ergens onderop. En dan kan ik er net niet bij komen. Dus. Maar ik heb hem weer gevonden. Ik kan gelijk even een opladen doen. Dus ik ga dus met Joost en Kevin naar de Efteling. Ik heb er heel veel zin in. En natuurlijk ga ik daar natuurlijk een reportage van maken. Want ik neem natuurlijk. De camera neem ik natuurlijk mee. En ja, dat wordt hartstikke gezellig. Het is al een tijd geleden dat ik naar een winter Efteling geweest ben. Normaal ga ik altijd in de zomer. Dus dit is ook wel weer een keer leuk om een keer te doen. Nou, ik ga nog even verder hier, terwijl de poezen weer in de weg lopen. Dat is altijd zo het geval. Vanavond Feyenoord, dus ik denk niet dat ik ga livestreamen vanavond, maar dat zien we dadelijk wel. Zien we vanavond wel. En dan ga ik dadelijk om 6 uur even lekker hapje eten. Het is nu 4:30 geweest. En dan ga ik om 6 uur even een hapje eten. En dan kijken we wel weer wat we de rest van de avond gaan doen. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Zo, het is bij 6 en ik ga het even lekker hapje eten. Ik heb nog even een beetje televisie zitten kijken, of nou ja, YouTube zitten kijken. En ik ga nou even lekker hapje eten. Dadelijk dus de wedstrijd en dan zien we wel wat het wordt. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in, ik had het al gezegd, maar ja, ergens hoop je toch nog wat 0 punten, dat is echt heel slecht. Dus we hopen toch dat we nog wat binnenhalen. Dat we in ieder geval van de nul af zijn. Want dat is echt niet Feyenoord waardig. Nou, ik ga even lekker hapje eten. Even mijn spullen bij elkaar pakken. En dan ga ik even naar mijn moeder. Ga ik even hapje eten. En dan ben ik dadelijk weer terug als ik gegeten heb. En de katten liggen lekker te slapen. Nou ja, te slapen. Ze lagen te slapen. Inmiddels zijn ze wakker. Oh, ze gaan gelijk opstaan. Ze denken, oh, dan komt die gek weer met die camera. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dribbel ging al gelijk weg. En Bokito neemt nu ook de benen. Fotogenieke mannen. Filmgenieke mannen zijn het. Verschrikkelijk. Nou, ik moet even de computer even uitzetten. En dan ga ik er vandoor. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer als ik klaar ben met eten. Tot zo. Zo, en ik ben weer terug inmiddels en ik heb lekker nasi op met zijn thee, dus was wel heel lekker. En dadelijk over ongeveer nog 2 uurtjes dan begint de wedstrijd. Ik ga nog even lekker computeren. Nog even lekker computeren en dan ga ik eventjes nog een beetje uitrusten. Ik ben een beetje moe. Dus ik denk dat het niet zo'n hele lange vlog zal worden vandaag. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik wou toch even nog wat van me laten horen natuurlijk. Zoals ik elke dag doe. Ik zal inmiddels even licht aanzetten. Zo. Kun je me nog beter zien. Dus vandaar. Ik ga nou even de kat eten geven. Die moet ook nog eten hebben. Dat is altijd wel een leuk moment altijd. Ik zal even. Hoppa. Dan geef ik ze zo'n. Kupje Shiba geef ik ze altijd. Vinden ze altijd heel lekker. En ik hoop dat ik dat met 1 hand kan doen. Denk het niet. Dan moet ik hem heel even neerleggen. Zo. Nu hoppa. Kijk.
Lekker bakkie eten voor ze. Kijk. Nou, dat vinden ze altijd wel heel lekker. Dribbel komt altijd, Bokito komt altijd als eerste. Dribbel die wacht nog altijd eventjes. Dribbel die weg naar te slapen, dus die heb dan meestal niet. Maar Bokito die komt altijd gelijk al, ook al is die... Legt hij te slapen, dan wordt hij, wordt hij gewoon wakker. Ik weet niet wat het voor automatische knop de beestje hebt, maar... Ja, Bokito heeft echt automatische knoppen en die ruikt dat gewoon of zo op de een of andere manier. En die komt dan gelijk eten. Vind je het lekker, schat? Hé. Hey. Bokito. Bokitoosje. Hé. Hey. Zo, dan gaat die jongens even lekker eten. Keukenlicht even uit doen. Zo, lekker eten. En dan ga ik nog even lekker computeren. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Zo, en het is ongeveer bij tienen. En de wedstrijd is bezig. Feyenoord kwam met 1-0 voor. En binnen een paar minuten was het 1-1 en 1-2-1. Ja, weer twee blunders van Jones. Blunders van de verdediging. Het is gewoon weer zwaar dramatisch. En ik kijk het nog heel even aan, maar ik heb echt zo'n gevoel dat ik het dadelijk binnenkort echt zo zat ben dat ik hem uitgooi. Want ik heb er helemaal geen zin meer in om naar te kijken. Ja, mijn stem valt ook een beetje weg. Ik ben nog steeds een beetje stond verkouden. Dus ik denk niet dat ik echt veel kan praten. En ik ga nog even lekker op de bank leggen. Ik ga daar nog wel even een aankondigingsvideo doen. Want daar heb ik gewoon zin in. Een beetje over ja, waar ik het dus gisteren en vandaag over gehad heb. Wil ik even een aankondigingsvideootje maken. Ik eventjes een kort videootje. En dan, ja, daar heb ik wel zin in om dat even te doen. Nou, inmiddels dus ben ik, gelijk heb ik de televisie aan. En dit is de stand, 2-1 staat het momenteel. Echt diep en diep triest. Hup. En weer de bal kwijt. Nou, dan hebben ze de bal weer, kijk. En hup, weer de bal weg. En zo gaat het al een paar wedstrijden en elke wedstrijd niet goed, dus niet goed, niet goed. Nou, ik ga eventjes verder, terwijl de katten weer elkaar aan het bespringen zijn. Hier, oh, lopen elkaar weer achter me aan. Af en toe hebben ze het buikje, dat wil je niet weten. Nou, ik ga nog even verder hier, oh, en spreek jullie dadelijk weer. Tot zo! Zo, ik heb inmiddels de televisie uitgezet. Het is 3-1 geworden en ik ben zat. Ik heb geen zin meer om te kijken. Ik heb nu al drie wedstrijden naar helemaal niks zitten kijken. En op een gegeven moment word je dat gewoon een beetje zat. Dus ik heb hem lekker uitgezet. Ik ben helemaal klaar mee met het elftal. Ik ga hem nog even neerleggen en dan ga ik even een videootje maken. Dat is veel leuker. En ja, dat is gewoon veel leuker om te doen. En ja, toch een beetje positiviteit houden. Want van dit Feyenoord word ik echt niet vrolijk. En ik heb geen zin om chagrijnig te zijn. Ik heb zin om vrolijk te zijn. Dus daarom heb ik hem lekker uitgegooid en lekker ga ik nu lekker een mededelingen video maken. Nou, ik ga nog eventjes dus aan de slag hier. Tot zo. Zo, en ik ga het afsluiten. Het is mooi geweest voor vandaag. Een beetje korte vlog weer. Maar ik ga naar bed. Ik voel dat mijn ogen dichtvallen en ik... Ik ben echt hartstikke moe. Ik ben het echt zat. En ik ga lekker naar bedje toe. Morgen weer werken. En dan nog één dag daarna. En dan is het weer weekend. Hop.
Zo, ga ik even de boer voorbereiden, wat moet ook gebeuren. Nou valt hij volgens mij, maar goed. Hij zit hier vol in de kast. Ja. Ik heb net toch even een aankondigingsvideo opgenomen. Ik was nog wat dingetjes vergeten erin te zetten. Natuurlijk over de 12 uur stream, dat had ik neergezet. Was ik vergeten. Maar ja, ik ben er wel tevreden over. Ik laat hem gewoon zo staan. Ja, het ging dus over dat dus in de decembermaand, wat ik al vertelde. Dan komt er een terugblik over het jaar 2017. Wat er allemaal in 2017 gebeurd is. Op dit kanaal allemaal, wat ik allemaal heb meegemaakt en zo. En ik had het over de Efteling, de Winter Efteling, waar ik dus heen ga met Joost en Kevin. Dus wat dat betreft, ja, even een kleine aankondigingsvideo gemaakt van wat er in ieder geval in december, november, december, wat je allemaal kon verwachten op dit kanaal. Nou, ik ben het echt helemaal beu. Ik ga het echt afsluiten. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En druk even hier op dat belletje als je geabonneerd bent. Dan word je op de hoogte gehouden van alle keren dat er een nieuwe video of een livestream is. Dan word je automatisch op de hoogte gehouden. Dat is heel makkelijk. Nou, ik zou zeggen iedereen de groetjes. En ik spreek jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe vlog. En ik zou zeggen skabadi, skabadoo, skabadabadoo. Boef, paf, pief.